Mieke, vandaag presenteren we Iwijn, de ridder met de leeuw. De vertaling van, die je hebt gemaakt van die roman van Hartman van Auwe. Ruim 10 jaar geleden gaven we al delen een vertaling van je uit. Het boek van, Tristan en Isolde van Godfried van Strasburg. Dat is heel veel werk tussendoor om een mooie vertaling te maken. Waar komt die fascinatie met die Middelduitse romans vandaan? Ja, het is niet zozeer fascinatie met die Middelduitse roman. Het is fascinatie voor oude teksten. Hm. Voor oud en voor het heldenepos. Op school al vond ik Homerus het einde. En met mijn eerste jaar van mijn studie kregen we middeleeuwen en middeleeuwse teksten. Van, waar was dat? In Amsterdam. En dat was heel moeilijk. In de jaren 59 was het natuurlijk moeilijk om een hoogleraar te vinden die wel art-germanistiek daar iets van af wist, maar geen nazi was geweest. Hm. En dit was een Hebreeus die tijdelijk deze functie waarnam. En die gaf zo verschrikkelijk leuk les over die teksten. Gottfried van Straatsburg, Hartman van Auwe, Wolfram van Eschenbach. Dat ik zodra ik college van hem had gehad, snelde ik naar de bibliotheek, handbibliotheek van het Duits Seminarie. Dat was nog op de Oude Manhuispoort. En ging daar meteen in die teksten zitten lezen. Die waren niet vertaald. Dat was gewoon de middeleeuwse teksten. Dus ik heb dat heerlijk gevonden. Ja. Wie was die hoogleraar? Dat is Werner Schwarz. En die is later naar Engeland vertrokken. Ja, die was echt tijdelijk. Dat, ja. En hoe, maar je las toen in het Duits. Je bent gaan vertalen. Ja. Hoe gaat dat? Hoe gaat zo'n vertaalproces? Het vertaalproces zoals ik dat doe is de woorden zo letterlijk mogelijk vertalen. Daar begin ik mee. Wat staat er letterlijk? En wat betekenen die woorden letterlijk? Dan let ik nog helemaal niet op stijl of zinsloop of wat ook. Het gaat om de letterlijke betekenis. En pas als ik dat gedaan heb en dat heb, en dan kan ik kijken of ik het de woorden in een bepaalde sfeer, in eenzelfde register kan krijgen en de zinnen gaan lopen. En dan, als ik dat gedaan heb, dan wordt het tijd om een deskundige in te schakelen en die het nog eens eventjes goed bekijkt en of ik die betekenissen wel goed heb gepakt. En als ik dat dan het proces heb gehad, dan kan ik het Nederlands laten corrigeren en dan heb ik dat stuk af. Dan heb ik dat meteen een episode af. Dan is het niet zo dat ik daar later nog eens een keertje aan ga slijpen. Maar dat slijpen neemt wel heel veel tijd. Je bent er wel een hele tijd mee bezig voordat ik kan zeggen, ja, die episode is gebeurd. Maar je doet het per episode dus? Per episode en pas helemaal aan het eind, als ik alles af heb, dan moet ik gaan controleren bij bepaalde begrippen die belangrijk zijn gebleken, of ik in het laatste hoofdstuk een bepaald woord wel op precies dezelfde manier vertaald als helemaal in het begin. Want ik heb er 11 jaar over gedaan, over dit boek. Nou, het kan zijn dat je dan weer toch even net een variant in de betekenis hebt gepakt. Dat overkomt ons allemaal. Dus ja, dat moet ik dan herstellen en corrigeren. Maar dat zijn maar enkele begrippen. Ja. Maar je dankt een aantal specialisten. Dat zijn dus mensen die in de loop van dat proces erbij hebt gehaald om dingen te controleren? Ja, mijn vriendin Oda de Boer-Walta, die Nederlandica, heeft deze tekst voor mij helemaal gecorrigeerd. En dus met mij besproken op het Nederlands. Maar we zitten met het probleem dat het vertalen van Middelhoogduits, dat je dan afhankelijk bent van woordenboeken. Die woordenboeken dateren uit 1830, 1850, 1860. Daar zijn aanvullingen op gemaakt, maar die zijn niet volledig. En de betekenissen verschuiven ook in de loop van de tijd, afhankelijk van de visie op gender bijvoorbeeld. En de eigenschappen die daarbij horen, kunnen ook de betekenissen van de woorden wat verschuiven dan in onze optiek. Maar het is een, je maakt dus zelf in feite, als je bezig bent met vertalen, een nieuwe aanvulling op die woordenboeken. Wat vind ik? Ik ga naar die oude betekenis terug, maar wat tref ik hier nou precies aan voor variant? En die moet genoteerd worden. Is het heerlijk dat ik al heel lang bevriend ben met Lambertus Okken, die zo'n specialist is op het gebied van de oudste Duitse woordenschat en middelhoogduitse woordenschat. En niet alleen hoogduitse woordenschat, maar gewoon ook de dialecten. Die daar zelf ook al zo'n soort
extra woordenboek heeft gemaakt voor zichzelf. En ik beschik over die gegevens, die idiomatische aanvullingen. Wordt het dan niet tijd voor een uitgave van zo'n magazine? Ja, maar wie heeft daar dan wat aan? Hè? Ja, dat, ja. Dat is dan, dat heb ik ook wel eens een keertje besproken met iemand. Ja, maar wie heeft daar nou wat aan? Dus het, dat is het, daar heb je specialisme voor nodig. Dat iemand daar heel goed en meer heeft gelezen dan ik. En daar gaat het om. En de woorden in vaker in een ander verband nog eens tegengekomen. En precies weet welke sfeer er bij die woorden hoort. En Bert Okken is ook heel knap in het herkennen van stilistische wijzigingen in de tekst. Die ervaring heb ik niet zo, maar hij kan meteen zeggen, dat is een, hier verschuift een stijl. Dat is heel fijn. Ja. In de oorspronkelijke tekst of ja, in de brontekst? Ja, nee, ja. In de brontekst. Nee, ja. In de brontekst. Van hier gaat de auteur even in een ander register. Dat heeft te maken met de persoon die hij aan het woord laat. Ja. Ja. Over personen, in je verhaal komen natuurlijk nog wat personen voor, met name Iwijn en Laudine, geloof ik, de vorstin, de koningin. Ja, ja. Zijn dat ook mensen die, waar je voorkeur voor hebt of afkeer van hebt? Heb je favorieten? Okay. De personen die optreden, koning Arthur, Iwijn, zijn vriend Gawain, Laudine, Lunete, de hofdame en de leeuw, niet te vergeten. Zijn geen ideale personen. Ze worden neergezet als mensen die hun best doen om hun functie zo goed mogelijk uit te oefenen. Behalve dan Iwijn, die daar een scheve schaats rijdt. Maar ze zijn mensen van vlees en bloed. Met hun menselijke eigenschappen, hun driften, hun plotselinge opwellingen. Hoe gaan ze daarmee om? Hoe gaan ze met zichzelf om? Hoe gaan ze dat ten opzichte van de medemens doen? En ik vind dus niet zozeer de persoonlijkheden sympathiek of onsympathiek. Het interesseert mij ook ietsje minder. Het gaat erom hoe de mensen met hun eigen eigenschappen omgaan ten opzichte van de anderen. De verhoudingen die wijzigen zich in de loop van het verhaal. En daar moet je dus ontzettend goed op letten. Nou lijkt het zo'n verhouding, maar dat verandert. En daar, dat is interessant. En ik denk dat ook de auteur daar heel erg op gespitst is. Hoe veranderen de onderlinge verhoudingen? De verhouding tussen Iwijn en zijn leeuw. Ja, dat is een grandioos proces wat daar plaatsvindt. Maar je moet daar heel goed voor lezen. Er staat niet iedere keer, hier wijzigt zich iets in hun verhouding. Nee, je moet dat afleiden uit hele kleine gebaren. De interactie in feite. De interactie. Ja. Die hele kleine gebaren. Ja. Dus je moet ontzettend goed lezen. En wij missen, als lezers, missen wij bij zo'n tekst die bedoeld is om voor te dragen, missen wij de lichamelijke expressie van de voordrachtskunstenaar. Dus dat is echt iets dat je met een vertaling dan hier en daar duidelijk moet maken. Een woord extra moet aanzetten, want dat zou de voordrachtskunstenaar hebben gedaan met zijn lichaamstaal. Hm. Ja. Dat was natuurlijk hoe het toen gebeurde. Men las niets, men inderdaad alles je luisterde. Ja. Ja, men luisterde. Dus dat is een dat vind ik heel leuk hoor. Ik vind dat het blijft gewoon heel erg leuk. Het vertaalwerk is heel leuk. Heb je nou ook zo vertaald dat het ook voorgelezen zou kunnen worden? Ja, zeker. Ja. Ja. Maar dat blijkt ook uit alles dat het een verhaal is dat verteld wordt. De auteur vertelt iets aan het publiek. En dat is dus een babbeltje. De stijl is een bad van een babbeltje. En het publiek moet en het zijn mensen van vlees en bloed. Je zegt van ik heb niet zozeer voorkeuren of afkeren. Ze hebben allemaal een goede kant en een slechte kant. Dus, ja, absoluut. Zoals we dat allemaal hebben. En dat moeten ze mee omgaan. Laudine is vrijwel over alle lof verheven. Ja. Grandioos. En dan wordt ze nog gemanipuleerd door die echtgenoot van haar. Werkelijk op een onvoorstelbaar lelijke manier. Dat is wel wat aardig. De list speelt een hele belangrijke rol. Hofdame Lunete is de verpersoonlijking van degene die listig is. En zij kan dus heel veel bereiken. Maar waar schuift die list af naar, glijdt die list af naar manipulatie? En dat doet Lunete niet, die manipuleert niet. Maar Iwijn, die ook listig is, die manipuleert. Ja. De koning Arthur manipuleert. Nou, geweldig. Dat is ook de taak van een koning. Geweldig. Ja, ja.
En heb je nog een volgend boek weer op in het vizier? Ja, dat heb ik. Want dit is een deel. Deze stof is de helft van een tweeluik. Dit is de Ewine-stof en daarnaast staat de Erek-stof. En de Ewine wil zeggen de ridder die zijn vrouw en zijn koningschap verwaarloost na zijn huwelijk. Erek staat daar tegenover, een soort pendant. Hij trouwt ook met een beeldschone vrouw en komt daarna zijn bed niet meer uit met haar. Hij blijft er gewoon in liggen en verliest op die manier zijn aanzien. Ja, dat geeft een drama. Hoe dat te herstellen, dat is ook echt verschrikkelijk moeilijk. Nou, ja. Ik ben benieuwd. Het is een heel leuk boek. Ja. Maar de bron die ik dan heb, de brontekst, is moeilijker. Bij de Ewine zijn de handschriften die zijn en de uitgaven redelijk uniform. Maar bij de Erek is dat veel lastiger. Er is maar één echt goed handschrift en daar wordt dan nog aan alle kanten aan getwijfeld of dat wel goed is. Dus daar moet ik nog een boel studie naar verrichten, ja, voordat ik kan gaan vertalen. En dat vertalen is toch echt het leukst. Ja, we zijn benieuwd. Dankjewel.